Wij bestaan 150 jaar. We zijn begonnen in Hengelo, natuurlijk in 18 zoveel. En wij vieren het feestje mee. En het is ook 20 jaar geleden dat wij samen zijn gegaan met boekhandel Hilarius. Even terug naar het begin. 150 jaar Broekhuis, maar het geldt niet alleen voor Almelo. Nee, zeker. Nee. We zijn begonnen in Hengelo. Wat is de specialiteit van boekhandel Broekhuis? Onze specialiteit? Dat wij gewoon heel veel weten van boeken, liefde hebben voor boeken. Proberen onze liefde voor boeken, onze passie over te brengen. Verhalen vertellen over boeken. Schrijvers uitnodigen. Een ander aspect is de ontlezing. Men zegt dat er steeds minder wordt gelezen. Vinden jullie dat ook? Het is niet mijn ervaring. Want ik vind eigenlijk dat er wel ook een soort opleving is van bijvoorbeeld van de jongeren. Daar is ook zo'n groep waarvan ik dacht van nou, als je groep 8 gehad hebt en dan ga je naar de middelbare school, dan wordt een tijd niet gelezen totdat je weer moet lezen. Maar dat er nu een hele groep is, omdat er ook speciaal van de young adult boeken zijn gekomen. En dat er een hele groep is die hier lekker in de boekhandel komt sneupen en dan een boek uitzoekt. En elkaar ook aansteken natuurlijk van dat is een leuk boek, dat is een leuk boek. 150 jaar Broekhuis, er is ook een boek verschenen, klopt dat? Ja, die is gisteravond gepresenteerd. Toen hadden we een jubileumavond in de Schouwburg in Hengelo. En die is gepresenteerd aan de vier burgemeesters van Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal, waar wij onze winkels hebben. En Joep Scheffer heeft het geschreven. En wie is Joep Scheffer? Joep Scheffer. Ik zal je even een gezicht laten zien. Ik weet niet zoveel over Joep. Hij heeft een tijdje bij Broekhuis gewerkt. Onder andere. En hij... wat zei je? In de uitgeverij heeft hij gewerkt. Dit is Joep. Naar de toekomst kijkend. Ja. Hoe ziet hij voor Broekhuis boekhandel eruit? Ik hoop dat we steeds weer verder gaan. Dat we nog een keer een jubileum kunnen vieren. En... misschien nog veel langer. Ja. Wanneer spreken we elkaar weer? Ik weet niet of ik het volgende jubileum hier nog meemaak, maar over 25 jaar dan.